This is long. Okay. And if you want shorter? Yes. Voor een ochtendje is de recreatieruimte van de Lexmondse vluchtelingenopvang omgetoverd tot kapsalon. Veel kappers uit het dorp zijn vrijwillig uitgerukt. En omdat ik weet dat ze hun het niet kunnen betalen en er wel behoefte aan is. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Ja, als je iemand kan helpen, waarom zou ik het niet doen, hè? Een vrijwilligersclub uit het dorp bedacht dat ze wat meer voor een nieuwe buren wilden doen. Daarom wordt er geknipt, is er kleding ingezameld en worden er taallessen gegeven. En dat terwijl er in het begin wat meer discussie was. Het is natuurlijk heel mooi om te zien als mensen elkaar echt gaan ontmoeten en in de ogen kijken. Dat hebben we eigenlijk ook verteld voordat de mensen kwamen aan het dorp en echt uitgedaagd of uitgenodigd. Doe dat nou gewoon eens, ontmoet iemand, ook uit een andere cultuur. Want als je elkaar in de ogen kijkt en spreekt, dan ontdek je dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Lexmond heeft deze buren dus al wat meer omarmd. En de knipbeurt valt ook bij de bewoners in de smaak. Het is goed. Yes? Yes. Oké. En dat is fijn. Sí, es muy bonito. Me like Lexmond. Nice city. Nou ja, we zagen met het bouwen van dit complex wat er nu is, van dat er niks is. Alleen tafels en stoelen en een bed. Dus we wilden graag wat voor ze betekenen. Zodat ze een dagbesteding hebben, dat ze iets kunnen doen. Hè? Want anders zit je hier maar 24 uur per dag. En wilden we graag zo wat voor ze betekenen. Ja, dank u wel mevrouw. Dank u wel. Graag gedaan.